Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag wat vertellen over het gebruik van de bandenlichter. Vind je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal. En mijn vraag aan jou is, laten we zo zeggen, plak jij zelf je banden of wissel je zelf je banden en gebruik je dan wel eens een bandenlichter? En vind je dat makkelijk of vind je het lastig? Laat het ons allemaal even weten onder in de comments. Vind ik en mijn medekijkers vinden dat leuk om te lezen. He, wat de ervaringen van anderen zijn. Ja, ik heb de fiets op de kop gezet. Dat is eigenlijk voor het eerst in 350 video's of zoiets dat er een fiets op zijn kop bij mij in de winkel staat. Maar dat heb ik gedaan omdat ik dacht van ja, waarschijnlijk zal het wel zo zijn dat als jij een bandenlichter gebruikt, dat dat misschien onderweg is of dat het in je schuurtje is en dat in, bij jou dan ook de fiets op de kop staat. Dus vandaar. Ja, laten we zo zeggen, voordat we die bandenlichter echt gaan gebruiken. Ik heb de band leeg laten lopen, want ja, om hem lek te prikken dat is ook zonde, dus hij is in dit geval leeg. Maar ik ga ervan uit dat je dus net een lekke band hebt gereden en dat je de band wil plakken of wil gaan wisselen. Dan zien we vaak dat de band, zeg maar door de druk van binnenuit, een beetje vastgekleefd is aan de velg. Dus ga er niet gelijk aan de slag met die bandenlichter, maar ga eerst even de band even goed losdrukken van de velg. Hè, rondom, dus helemaal rondom op alle plekken. En ook wat mij betreft aan de andere kant. Dus gewoon dat die aan twee kanten helemaal los is van de velg. En voor zover er nog een klein beetje druk in de band zit, omdat die nog niet helemaal plat is, draai het ventiel even los. Hè, dat die ook echt helemaal leeg is, want dat maakt uiteindelijk het gebruik van die bandenlichter gewoon makkelijker. Haal dan ook even het ringetje van het ventiel eraf, zodat eigenlijk alles netjes los zit. En wanneer we dan een band los gaan maken, dan doen we dat wat mij betreft altijd aan de kant die, laten we zeggen, waar je het minst last hebt van andere onderdelen. Dus dat is bij een voorwiel, zoals je hier ziet, aan de kant waar de rem niet zit, dus voor mij is dat dus aan deze kant, hier hebben we de rem. Maar bij een achterwiel, daar zie je bijvoorbeeld dat in dit geval aan deze kant een derailleur zit en aan de andere kant alleen de schijf. Dus dan zou ik zeggen, doe het dan aan de andere kant, want dan heb je het minst last zeg maar, van allerlei randzaken die in de weg zitten. Wat je ook nog zou kunnen doen als het heel makkelijk gaat, dat is dat je het wiel even uit de fiets haalt, maar komt misschien nog eens een keer aan bod in een andere video. Sterker, er zijn de nodige video's op mijn kanaal die laten zien hoe je een wiel uit een fiets haalt. Ik doe het nu met het wiel in de fiets, de band is los en dan gaan we de bandenlichters gebruiken. En laten we zo zeggen, de fout die je niet moet maken is dat je dat begint meteen bij het ventiel. Dus het maakt me niet zoveel uit waar, maar doe het nou niet precies bij het ventiel. Gewoon even op een willekeurige andere plek. En dan beginnen we met de bandenlichter. Die heeft vaak zo'n haakje. En die moet er, zeg maar, over zo moet die in de band. Dus niet zo, maar zo. En dan kijk je, dan druk je die band aan de kant en dan leg je dat haakje onder die hieldraad van de band. Daar. Waardoor je die band opwipt, oplicht, daarom heet die bandenlichter. En die bandenlichter, die haak je achter een spaak. En daarom is het ook handig dat je die eerste bandenlichter bij een spaak doet die ook aan deze kant van het wiel zit. Ik had ook bij deze spaak kunnen beginnen, maar dan moet ik hem eigenlijk veel verder doorbuigen, dus dat is niet zo handig. Dus een spaak die aan deze zijde van het wiel zit. Dan ga je die tweede bandenlichter sla je één spaak over bij de volgende spaak die aan deze kant zit. Dus je drukt de band goed naar binnen, je haakt hem eronder en je wipt hem omhoog en haakt hem daar achter. Afhankelijk van de band kan het zo zijn dat die eigenlijk nu al bijna los zit, maar ik ga er gewoon in het voorbeeld vanuit dat het een band is die vrij strak om de velg zit, zoals bijvoorbeeld een raceband of iets. Dan hebben we de derde bandenlichter. En die derde bandenlichter doen we hetzelfde verhaal. Die haken we erin en die haken we achter de spaak. Nou kun je de,
Nou, hij valt er al tussenuit. Nou kun je de middelste bandenlichter, die kan je eruit halen. En dan zou je nog een vierde kunnen inhaken. Nou, ondertussen zie je dat de bandenlichters eruit zijn. Dus de spanning is eigenlijk eraf. Wat je nu vaak ziet is dat de band zo ver los is geraakt dat je hem eigenlijk vrij makkelijk met je vingers verder gewoon kan losmaken. Waardoor je vervolgens de binnenband uit de buitenband kan halen. Ik pak even dit weg. Zo. Nou. Dit is het gebruik van die bandenlichter. Ik ga niet helemaal dat wisselen van die binnenband laten zien. Ik zeg het even uit mijn hoofd, maar volgens mij heb ik al een videootje online staan over hoe je een binnenband in een buitenband wisselt. Dus dat behoeft denk ik geen herhaling. Wat ik nog wel eventjes zal doen, is hem ook even snel erop leggen. Dan duurt de video een minuutje langer, maar dan kunnen we dat toch nog even laten zien. Wat mij betreft beginnen we dan bij het ventiel. En ik weet dat er mensen zijn en die eindigen graag bij het ventiel, maar ik heb dat niet zo. We leggen bij het ventiel in eerste instantie erop. En dan gaan we zo langzaamaan de band verder ook erop leggen. Even kijken, dan ga ik zelf even iets lager, anders dan kan ik geen kracht zetten. En dan duw ik eigenlijk met mijn duimen de band steeds verder erop. Hier op het laatst gaat het soms wat moeizaam. Nou, in de andere video die ik over bijvoorbeeld, dat is een video die gaat over het wisselen van een band bij een racefiets. Daar kan je dat heel duidelijk zien dat er een trucje is om dat even goed die band in het midden te leggen. Nou, dat is bij deze niet nodig, dus hier kan ik hem gewoon rustig zo erop wippen. Zonder enige kracht valt die band eigenlijk netjes erop. Dan even het ventiel goed in de band duwen, want als je hier, kijk, je kan het eigenlijk mooi zien. Als ik dat niet doe, zie je dat de binnenband nog tussen de buitenband en de velg in zit. Dat willen we niet, dus we duwen even de ventiel goed naar binnen. Zodat de binnenband niet meer tussen velg en buitenband ligt. Dan gaan we rustig de band een beetje oppompen. En als hij eenmaal vol zit, dan doe je het ringetje weer erop. Ventiel dicht, dopje erop en dan ben je weer helemaal klaar. Gebruik de banden lichter nooit om de buitenband weer op de velg te krijgen. Als je dat doet, heb je grote kans dat je toch de binnenband zeg maar ertussen hebt zitten en dat je die kapot maakt. Dus een bandenlichter is echt alleen om de band eraf te halen. En met een beetje kracht in je handen en de juiste techniek leg je de band weer op de velg. Nou, best een uitgebreide video over een simpel dingetje als een bandenlichter. Vond je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal en nogmaals, laat ons weten. Gebruik jij zelf bandenlichters? Hoe doe je dat? Gaat het altijd goed? Mislukt het altijd? We lezen het graag onder in de comments.